Het Nijmeegse stadsbestuur heeft plannen om 500 woningen te bouwen bij winkelcentrum Dukenburg. Dit zou in de vorm van woontorens moeten gebeuren, waarvoor één deel van het huidige winkelcentrum plat moet. Het plan zou ervoor moeten zorgen dat het stadsdeel een flinke oppepper krijgt. De westzijde van het winkelcentrum, aan de kant van het busstation, zou moeten worden afgebroken omdat hier de meeste leegstand plaatsvindt. Hiervoor in de plek komen woningen en een plein met een groene entree naar het winkelcentrum. De gemeente hoopt dat het Rijk financieel wil ondersteunen. Dan gaan we nog even naar de sociale media. De politie in Bergendal is op zoek naar getuigen van een mishandeling. De mishandeling vond in de nacht van afgelopen zondag op maandag plaats, rond 1 uur op het Dorpsplein in Groesbeek. Een slachtoffer zou in de carnavalstent door twee personen zijn mishandeld. Eén van hen is aangehouden, maar naar de ander is de politie ook nog op zoek. Mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Gemeente Bergendal roept inwoners op om met ideeën te komen om hun buurt leuker te maken. Via Forte Welzijn kan er een waardebon worden aangevraagd om dit te realiseren. Het kan bijvoorbeeld gaan om groene tuinen, een fietscursus voor de kinderen, een jeu de boelbaan of iets anders. De waardebon heeft een waarde tussen de 50 en 500 euro. Er is een beperkt budget. En een bijzondere bezienswaardigheid in het Amalia Kinderziekenhuis. Dat meldt het Radboud UMC op Instagram. Hier kwam afgelopen week namelijk een 2 meter lange boot van Lego binnenvaren. De boot is gemaakt door deelnemers van het tv-programma Lego Masters. Kinderen in het ziekenhuis kunnen raden uit hoeveel steentjes de boot is opgebouwd.